otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Een hele goede morgen en welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Het zonnetje schijnt. We zijn net wakker. Een ander weer dan gisteren, hè? Zo, gisteren was er een hele hoop regen. Het was eigenlijk een beetje de eerste regen voor het winterseizoen, denk ik, wat er aan gaat komen. Winterdicht. Ja, wolken kwamen weer helemaal naar boven toe. En ja, ook best wel veel regen eigenlijk. Beneden ook regen. Heel veel wind ook. Oh ja, ook heel veel wind, ja, klopt, ja. Maar het is nu weer gewoon weer strak blauw. Het is nu weer zoals we gewend zijn eigenlijk, toch? Strak blauwe lucht, zonnetje erbij. We lopen nu even naar de auto, want de kast van mij en Demi, die hebben mijn moeder en Demi gisteren opgehaald. En mijn moeder moet zo meteen weg met de auto. Naar de groothandel. Naar de groothandel, ja, om nog meer mondkapjes bij te halen. Dus wij hebben de opdracht gekregen om even de kast eruit te halen. En ze zeiden al gisteren van het is best wel een zwaar ding. En daar ben ik eigenlijk best wel blij om ook, want ik hou er niet zo van... Dat als je dan een kast koopt, dat het een beetje zo'n waggelding is. Het moet wel een beetje een massief ding zijn. Gelukkig mijn kamer is ook niet zo heel erg groot. Dus ik kon ook weer niet een te grote kast kopen. Maar deze die past er net in. 45 kilo per pak. Oh, het zijn drie delen. Heb je er net? De zijkant. Die kant. Die is los. Oh. Dan gaan we lekker onderuit. Hoe wil je hem? Op de zijkant. Zo. Zullen we hem eerst even neerzetten of wil je gelijk doorlopen? Ja, loop maar gelijk door. Oké. Okay. Die kant op, toch? Ja, hè? De kassen zijn boven. Het waren drie pakketten. Ging maar net goed. Zo, dondert er één even hier om, joh. Hier één. Schrik van mijn leven. Ja, we dachten even dat hij gebroken was, hè? Hij zette hem hier dus net tegen die rand aan. En ik kwam met het andere ding aan. En hij lette even 2 seconden niet op. Hello, good morning. Good morning. Bueno, no. Buenos días. Trabajando. Sí, claro. Como siempre. Como siempre. Dus hij had dus hier die kast tegenaan gezet. En wat gebeurde er nou? Ik weet niet, jij zag het in één keer. Het was kwaad. Nou, het was kwaad al geschiet, maar gelukkig is hij heel. Anders hadden we weer teruggekomen. We waren weer een beetje dezelfde praktijk als met de deur en de achterdeur. En, tenminste, toen kwam het niet eigenlijk door ons. Hij had weer geluk. Schuld op, hè. Maar we gaan vandaag de vloer even maken. Ik ben weer zojuist even binnen aangekomen. Oh, daar is een kleine vriend. Kleine vriend, hè? Mijn kleine vriend. Nou, ik ga nog even snel een ontbijtje maken. Ik heb nog niet ontbeten deze ochtend. Ik pak een beetje muesli. Kijk. Dan doe ik een beetje water in. Laat ik het even een klein kwartiertje of 20 minuten weken. Dan heb ik hier een zeefje. Kijk, doe ik er doorheen. Dan gaan alle slechte chemische dingen uit de muesli die ik niet nodig heb. Weer terug erin. En wat ook heel erg fijn van de geweekte muesli is dat hij wat lekkerder wegeet. Want normaal gesproken, ik weet niet of je wel eens muesli eten met yoghurt. Maar als je gewoon Griekse yoghurt er doorheen doet, dat is zulke droge drap. Dat krijg je gewoon bijna niet weg. Nou kijk, hier nog een beetje. Oh, lekker bezig. Iemand doet de deksel weer niet goed erop. Nou. Dit is ook alweer nog een goede start van de dag. Lekker Griekse yoghurt op de grond. Nou, jongens, ik ga het even opruimen. Oh. Nou, mijn ontbijt die is uiteindelijk gelukt en gemaakt. Maar ik ga dus nu even mijn ontbijt opeten. Aan een tafel vol met mondkapjes. En dan ga ik zo naar boven. Mijn vader is al naar boven. En dan gaan we verder aan de slag aan onze studio van mij en Demi. Nou, ontbijt zit erin. Die is op. En kijk eens, jongens. Nog een klein stukje. Hier nog een heel klein stukje. Dit moet nog opgevuld worden. En dan hebben we hier achterin ook nog een heel klein randje. Want dit was net niet genoeg. Het wordt ook opgevuld. En dan hier nog aan de achterkant bij de deuren. En bij de voorkant. En dan ligt hij helemaal erin. Nou, het schiet nu echt op, jongens.
Ik zie het al steeds meer voor me nu. Mijn vader gaat vast lijm aanmaken. Het is wel weer super weer, hè? Stekker. Je moet er wel stekker in de haspel doen, hè? Ik bedoel beneden in de stekker, dan moet jij hem wel in de haspel doen. Ik dacht dat hij het op accu deed. Ja, het gaat allemaal wel soepel, hè? Deze ochtend. Die kunnen we eigenlijk wel gebruiken op accu, hè? Maar het weer is deze ochtend wel echt, na die regen en die storm, is echt niet normaal. Stralend. Helemaal strak blauw, geen wolkje. Ik zie het gewoon helemaal nergens, geen wolkje. Hè? Heb je al de goede erin gedaan? Ik denk het niet. Kijk, wacht eens. Gaat goed, hè, met jou. Kijk, deze. Dat was een test, hè? Zo. Kijk, nou doet hij het. Hey. Ik hoop wel dat je de tegelvloer goed legt vandaag. Ja, heel blij erom. Ik loop nu naar het volgende dak. En die heb ik gisteren dus ook nog even gevoegd. Nou, die is dus ook klaar. Ook helemaal gevoegd en wel. Dus het kan nu weer regenen. En dan, ik kreeg al geen water gelukkig binnen. Maar nu mag er dus hozen en regen en alles doen wat het wil. En dan kan er geen water meer hier in deze rand doorheen komen. Ik moet alleen dit nog even een klein beetje aanstukken, dat het helemaal netjes is. Het kleine randje hier. Maar dat is ook alweer klaar. En toen mijn vader dus bezig was met de tegelvloer, ben ik ondertussen ook natuurlijk bezig geweest. En dit zijn ook wel van die kleine afwerkdingetjes. Wat echt gewoon, ja, het is maar een schakelaar of een stopcontact. Maar het geeft zoveel meer smeu of zo aan de kamer gelijk. Het ziet er zoveel beter uit, terwijl het alleen maar een schakelaar is en een stopcontact. Maar zoals jullie dus kunnen zien, heb ik ook al de eerste schakelaar ingeschakeld voor de twee lampen. Nou ja, dat is ook netjes. En dan hier de eerste twee stopcontacten, die komen naast het bed. Dat zijn dus de twee stopcontacten die naast het bed komen. En aan die kant zit hij er dus nog niet in, want hier was mijn vader gisteren bezig met de vloer. Maar deze zit er al in. De schakelaar natuurlijk voor de lamp. Kijk, er komt hier twee spotjes aan het plafond te hangen. En daar dus ook. Nou ja, dus als je dan binnenkomt, dan kan je zo gemakkelijk het lampje aan en uit doen. Daar ben ik echt super blij mee. Kijk, hier heb ik ook al twee stopcontacten in de muur gemaakt. Dus mijn vader die gaat nu het laatste beetje afmaken van de vloer. En dan ga ik even kijken wat ik daaromheen kan doen. Ik denk dat ik jou het beste even kan helpen, hè, met de tegelvloer, met het snijden en zo. Ja, dat is veel snijwerk nu, hè? Ja. Nou, deze zwarte dingetjes, die moesten we dus weer eerst allemaal tussen de tegels vandaan halen. Kijk, aan deze die breken natuurlijk af, die kan je niet meer herbruiken. Maar deze die kan je dus weer opnieuw gebruiken. Dus deze ga ik even allemaal uitzoeken, hier tussenuit, en de rest er weggooien. En dan kan mijn vader hier dus verder gaan tegelen. Hoe laat is het? 10 om naar bed te gaan, jongens. Het is 10:30. Oh, 11. En er worden nog steeds nieuwe formulieren uitgevoerd. Want ik heb gewoon 53 WhatsAppjes binnengekregen. Is het ongelooflijk? Hoe gaan we dit? Verrassing, glitter, twee keer, Sylvia. Oh, jongens. Uit Capelle aan de IJssel. We zijn nog steeds bezig. Zal ik nog weer eten gaan koken? Ja. Wil je alvast de muesli in de week zetten voor de morgenochtend? Een potje havermout maken voor je. Een pot koffie zou wel fijn zijn nu. Want ik denk dat we nog wel even door moeten. Verrassing. Nou, we gaan nog even door. Doe maar even het mondkapje op, dan zien ze me niet gapen de hele tijd. Het is al heel erg laat. Hoe laat is het? 23:30. Jezus. Dus het is de laatste van Claudia Smijsters. Nou, Claudia, hij zit erbij, hoor. Claudia, er zitten er twee bij voor jou, hoor. Dus die gaan er op de stapel. En, op de stapel, dit is een stapel. Oh, wat we nog allemaal moeten inpakken. Dit moet er nog bijna. Nou, en deze het is nog echt halen. Ja, halen, ja. Die moeten we nog halen, ja. Morgen. Feestdag morgen. Ja, dat wordt nog een ding. Hebben we zover gekregen van de groothandel dat we nog even bij hem terecht kunnen. Ja, en eigenlijk zitten we überhaupt wel in de stress. Want het is dus een feestdag. En als alles dicht is en we hebben geen enveloppen. En zoals nu de plakband is ook nog eens op. Het is overladen gewoon. Overladen. Ja, echt. Nou ja. Dus ik mijn ogen kunnen niet eens weer goed kijken. Nee, nou ja, jij had er nog een paar opgeschreven. Ik denk, dan spring ik alvast onder de douche. Nou, je ziet het, mijn knot
Die is er ook weer klaar mee. Gaat ook hangen. Maar ik dacht, ik douche alvast. Dan kan jij nu douchen. Ja, ik ga douchen. Ik zie gewoon wazig van het kijken door de hele tijd op die... op die telefoon. Gewoon vanaf vanmorgen 8 uur tot nu. 23 uur 31. Ja, echt. Kramp in mijn hand. Inkt van de pen is bijna op, denk ik. Kramp in mijn hand. Nou, wat zeg jij nou? Kijk eens. Oh ja. Super veel geschreven. En was het bij jullie goed gegaan, Jurre, vandaag? En jij? Dat ik. Was het goed gegaan vandaag? Ja, maar we moeten een goede tegenstander hebben. Ja. Om de boel af te maken, maar dat komt wel. Komt dan een keertje weer. Er zijn nog maar een paar stukjes, toch? Ja, dat is alleen bij de deuren. Meer niet? De rest, nee, de rest allemaal af. Nou, top. Ah, helemaal top. Nou. Gaan we lekker douchen. Jij wij douchen. Gaan slapen. En slapen. Ik ga douchen en slapen. En dit was wel weer... van deze hele leuke vlog tot morgen. Ja, oh, wat ik nog even wil zeggen, is voordat mensen schrikken, want we hebben natuurlijk in de vlog gezegd dat we woensdag naar Nederland vliegen en naar Nederland gaan. Maar we gaan nog wel vanaf woensdag leuke vlogs plaatsen vanuit Poloppels. Dus niet dat jullie schrikken en denken, ze ging toch naar Nederland en waarom zijn ze er niet? Maar wij plaatsen dan vlogs nog vanuit Spanje, terwijl we al in Nederland zijn, dus niet schrikken. Maar nou, we lopen een beetje achter. Demi zegt het verkeerd. Zij heeft een aantal vlogs even gemaakt. Die nog hier zijn. Zodat ze kan vloggend naar Nederland kan gaan. Dat gaat ze ook allemaal vloggen op het vliegveld in. Het vliegtuig en alles. Dan komt ze aan. Dan wordt ze opgehaald door de moeder met Daniel en alles. Gaat ze ook allemaal vloggen. En Demi gaat dan weer heel snel monteren in Nederland. En dan gaan de vlogs in Nederland gewoon door. Ja. Dus ze gaan gewoon door. Ja, want namelijk dit is eigenlijk ook gewoon ineens zomaar patsboom uit het niet gekomen. En dat wouden we even tussendoor wel melden voordat we natuurlijk naar Nederland gingen. Zodat ook de mensen die ons volgen op YouTube en geen Facebook hebben of Instagram. Dat die ook weten dat we mondkapjes dat bij ons kan bestellen. Dus vandaar dat we deze vlog eventjes versneld ertussen hebben gedaan. Maar straks gaan we gewoon naar Nederland. Niks maar aan de hand. Aan de hand van de vlog ging het vanmorgen ook helemaal los. Met de bestelling was er boem, 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 boem. Nou, dan kwam het echt helemaal binnen. Alleen stuk. Dus, maar we gaan natuurlijk heel veel leuke dingen doen in Nederland, hè? Ja, zeker weten. Ga die vlog kijken, want we gaan heel veel verrassingen doen. We gaan bestellingen wegbrengen. Ja. Blijft innoverend. Dus vergeet het niet allemaal te volgen op YouTube. En doe dan dus eventjes ook abonneren. Want dan krijg je automatisch een melding van dat er een nieuwe vlog online staat. Dus like deze foto. Abonneer op ons kanaal. En is het een foto of een vlog? Vlog. Like deze vlog? Ja, like deze vlog. Schat, ik begrijp het helemaal. Je moet lekker naar like bed. Deze vlog. Wij zeggen voor nu... Doedels! Zeg even doedels, Jurre. Doedels! Doedels!